Bij het bestuderen van het contractrecht leren studenten dat in het Romeinse recht een contract vooral letterlijk werd uitgelegd naar de bewoordingen van de contractpartijen. En later verschoof dit uitgangspunt en ging men zich bij de uitleg van contracten steeds meer richten op de wil van de contracterende personen. Op welke wijze is deze historische ontwikkeling te verklaren? Nou, ik ben geen rechtshistoricus. Het is wel zo dat het, het Romeinse recht, er is een paar dingen denk ik over te zeggen. Het Romeinse recht was formeler. En een formele tegenover een materiële inhoudelijke benadering is dat het dus inderdaad wat uitwendiger is en dat je naar objectieve dingen kijkt. Verder is het zo dat het idee van de wil van partijen, dat is verbonden met de gedachte van de partijautonomie. En dat is een verlichtingsgedachte, het verlichtingsideaal. In de Franse Revolutie is dat sterk naar voren gekomen, maar ook als het nog wat in de filosofie van Kant bijvoorbeeld, is echt het idee van de autonomie van het individu. Dat is echt iets wat met de verlichting is opgekomen. En dat, dat kort daarvoor natuurlijk helemaal niet was met de feodale tijd, maar ook in de Romeinse tijd was er niet zo'n sterk ideaal van de partijautonomie.